Daaronder ziet u de drie Nederlanders. Op de 71ste plaats Kraai met plus 5. En hier in het eerste beeld van Niels Kraai. Level par. Parput op de 10e. Je put net niet goed genoeg. Kof sinds een jaar of 5-6. Maar blijft eigenlijk een beetje hangen. Op het tweede niveau. Slag verloren, gaat naar plus 1. Werkt hard, maar de resultaten komen niet altijd even goed uit. Ook vaak pech gehad met blessures. Niels Kraai op de par 3-11. Dat was een mooie korte hol. Maar Kraai heeft het niet gemakkelijk. Hij moet vechten om zijn score bij elkaar te houden. Dat lukt niet helemaal. Een bogey op de 10e. En de Nederlander zou hier ook wel weer eens een slag kunnen gaan verliezen. Woont in Zeist en speelt zijn wedstrijden met name op de Europese tweede divisie, een circuit in Duitsland, de EPD Tour. Dus Kraai begon de dag met 72-70, dat is zijn naam, level par. Het is alweer twee slagen ingeleverd. Jammer van die twee bogeys op 10 en 11. Maar wie weet kan hij zich op de laatste acht holes nog een beetje terugvechten in het klassement. Par 4-12 met Niels Kraai. Een verlengde hole. Combinatie hole. Lang. En moeilijk. 415 meter. Naar een wat hoger gelegen green is de slag. En een mooie bal van Niels Kraai. Hij heeft in ieder geval een kans zometeen om te proberen om iets goed te maken na die twee dure bogeys op 10 en 11. Terug naar Niels Kraai. Op 12. Ook iets gemaakt op 10 en 11. Kans om iets terug te doen op deze lange par 4. Goede lijn aan hem. Komt de bal niet van rechts naar links, maar draait net de andere kant op. Die verborgen hellinkjes, glooienkjes. Drie bogies inmiddels zelfs. Plus 2, Niels Kraai. Dat klopt niet helemaal, want die derde zwarte vakje is natuurlijk gewoon een par. Bogie 10 en 11 en maakt een par op 12. Van level par naar plus 2. Niels Kraai, hij was de eerste Nederlander die in actie kwam vandaag. Hij begon op plus 5 om 8:15 en is zojuist klaar. En hij is geëindigd op 4 slagen boven par. Dat was het toernooi van Niels Kraai. De derde Nederlander op de Kennemer, Niels Kraai. Voor het eerst in zijn carrière plaatste hij zich voor de finale ronde van het KLM Open. Maar het ging niet van een leien dakje. Hij begon met 2 bogies, liet een 76 noteren voor een totaal van 2-1-8, 5 boven par.